Goedendag, welkom bij een extra uitzending van TV West Sport op woensdag 18 februari met daarin. De finale van de eerste editie van de Zuid-Holland Korfbal Cup tussen HKV Ons Eibernest en KCC. Ja, 33 clubs deden mee aan die Zuid-Holland Korfbal Cup. Iedere club deed mee met het eerste team en met het hoogst spelende D-pupillenteam. Bij die D'tjes ging de titel zojuist naar Coach uit Krimpen aan de IJssel. Maar goed, zometeen dus de finale bij de senioren. En die gaat tussen HKV Ons Eibernest uit Den Haag en KCC. De Haagse ploeg is de kersverse kampioen in de overgangsklasse. KCC is net kampioen geworden in de hoofdklasse. We gaan eerst nog even terug naar eerder op de dag. Want hoe verlopen de voorbereidingen? We gaan nog eens verder vooruitblikken op die finale van de Zuid-Holland Korfbal Cup. Dat gaan we doen met de coach van HKV Ons Eibernest, Bas Harland. Bas, wat kunnen we verwachten van jouw ploeg tegen de kampioen uit een divisie hoger? Als het aan mij ligt, een hoop weerwerk. Ik denk dat we het goed gaan doen tegen KSC. Ja, zal dat verschil niet te groot zijn? Nou ja, ik heb ze net voorgehouden in de voorbespreking dat wij zijn nu hoofdklasse. En KCC zit ook nog steeds. Ja, het lijkt heel, heel flauw en heel makkelijk. Maar zo liggen de zaken nu wel voor elkaar. KCC heeft nog niets. En die zijn nu hoofdklasser. En wij zijn het nu ook. Dus wat dat betreft is het een wedstrijd wat mij betreft op gelijk niveau. Wat is het belang verder voor jouw ploeg en voor jou als coach, zo'n Zuid-Holland Korfbal Cup? Ik vind het echt een heel leuk, goed georganiseerd toernooi. En je zag net ook de pure vreugde bij de D-finale. En een leuke terechte winnaar Coach. De teleurstelling dat hoort er ook bij een PKC. Nee, dat vond ik toch wel weer leuk om te zien. En ik hoop dat het publiek, het veel opgekomen publiek, ook kan genieten van onze komende wedstrijd. Maar als HKV Ons Eibernest deze finale zometeen wint van KCC, is dat een stunt? Ja, dat is wel een stunt, dat wel. Dan gaan we nu voor die stunt. Nou, zonder meer. Veel succes, Bas, met jouw ploeg. Wij gaan nu naar de samenvatting van de finale van de Zuid-Holland Korfbal Cup. Tussen HKV Ons Eibernest en KCC. Het commentaar bij de beelden is van Frank Stout. KCC speelt in de zwarte shirts. HKV Ons Eibernest dan automatisch in het wit. Dit is de eerste aanval van de wedstrijd. Het schot van Wouter Beumers. En direct de voorsprong voor de ploeg uit Den Haag. HKV Ons Eibernest deed vorig jaar niet mee aan de Zuid-Holland Korfbal Cup. Die toen nog de RTV Rijnmond Korfbal Cup heette. Maar omdat Omroep West participeert in dit bekertoernooi, is de naam ook veranderd. En doen er ook clubs mee uit de regio Den Haag, Delft en Westland. Het begin is overduidelijk voor de ploeg die gecoacht wordt door de trainer Bas Harland. 3-0 na 5 minuten spelen. En inmiddels zijn we al 8 minuten bezig en heeft KCC nog geen één keer gescoord. En dat is opmerkelijk voor de ploeg die bovenaan staat in de hoofdklasse. Sterker nog, die afgelopen weekend kampioen werd in de hoofdklasse. Hier krijgen ze een vrije bal. Rosanne Visser, oudspeelster van Tempo uit Alphen aan den Rijn. Zij maakt dan het eerste doelpunt voor KCC. 3-1. Met opnieuw KCC in de aanval. Nick van der Steen. 3-2. Van der Steen, de hoofdaanvaller bij KCC. Hier een keihard blok van Arno van Meerbeek. Natuurlijk het publiek uit Den Haag op de banken. Schitterende actie van die van Meerbeek. Maar hier is hij zijn directe tegenstander van nu weer kwijt. Patrick Muurling. En hij maakt er 3-3 van. Veel spektakel in de beginfase in de hal van Sporting Delta in Dordrecht. Met Eibernest weer in de aanval. 4-3. Dan is dit de coach van KCC, Jan Bongers. Jarenlang trainer geweest van Eibernest. Zijn kinderen spelen nog bij die club in Den Haag. Maar de trainer van KCC staat met zijn ploeg dus wel achter in de beginfase. Hier, vrije schietkans voor Sven Wieringa. En dit is typerend voor KCC in de beginfase. Ze komen wel makkelijk vrij, alleen zij schieten niet zuiver genoeg. En daar heeft HKV Ons Eibernest een stuk minder last van. Spel verlegd naar Bas Kortleven, overkomen van Vlaardingen.
Hier de bal bij Elma Schreuder. Hele knappe paas op diezelfde kortleven. 5-3. Maar vooral die assist van Schreuder was prachtig. Schreuder die ooit de tijd bij Fortuna speelde in de selectie. Maar nooit een vaste waarde werd in het eerste bij die topclub uit Delft. En eigenlijk is zij dat ook niet in het eerste van Eibenest. Arienne Simonis speelt omdat Sherilie Pluimers geblesseerd is. En zij maakt er 6-3 van met haar tweede doelpunt van de wedstrijd. Dan hebben we een klein sprongetje gemaakt. Het verschil nog altijd 3 tot aan dit doelpunt van Steven Verhoef. 7-5. Met Eibenest weer. Slappe paas van Beumers naar binnen. Makkelijke onderschepping bij KCC. En zo gaat de ploeg uit Capelle op jacht naar de 7-6. Met Wieringa aan de bal op Nick van der Steen. Dan komt Muurling vrij. En dan maakt de oudspeler van Detels er 7-6 van. Patrick Muurling sinds dit seizoen in de ploeg gekomen bij KCC. Nadat Wilrik Wassink stopte daar. Goeie rebound bij Martijn Meijer. Paas naar achter op Beumers. Wordt Meijer vrijgespeeld. En dan maakt hij er 8-6 van. Martijn Meijer. En dan KCC weer. Het verschil blijft de hele tijd 1 of 2 puntjes in het voordeel van HKV ons Eibenest. Rommelige fase. KCC wil een vrije bal. Krijgt het niet. Maar het balbezit is wel bij die ploeg uit Capelle. Sven Wieringa helemaal vrijgelaten door Beumers. En hij profiteert. 8-7. En weer KCC. Met Brands gaat er niet in. Op Visser met de diagonaal naar achter. Wieringa weer dan voor de gelijkmaker. Slecht schot. Maar dan is Brands helemaal vrijgelaten. En dan is de gelijkmaker daar alsnog. Nu weer een betere fase van KCC. Slechte paas van Beumers. KCC kan onderscheppen. Met Nick van der Steen. De topscorer van KCC die is afgevallen in de voorselectie van Jong Oranje. Hier heeft hij de bal. Van der Steen gaat voor de doorbraak. Overtreding van Kortleven. Goed gezien door de scheidsrechter. Stefan Slabbekoorn uit Zeeland. Patrick Muurling dan. En daar is de eerste voorsprong van de wedstrijd. Voor KCC 9-8. KCC zoals gezegd dus kampioen geworden in de hoofdklasse B. Tegenover de kampioen uit de overgangsklasse B. Maar tot nu toe is er weinig te merken van de favoriete rol van KCC. Want hier kan HKV ons Eibenest weer overnemen. Met Van der Straten. Zoekt Meijer achter de paal. Vindt Meijer ook. En zo is het weer gelijk. 9-9. Goed doelpunt hoor van Martijn Meijer. De speler die in de jeugd bij ALO vaak nog mentaal zo zwak was. Vaak regelmatig huilend van het veld afging. Maar die jongen heeft zich heel erg goed ontwikkeld. En HKV scoort verder. De 10-9 van de Kruif. Wieringa dan voor de gelijkmaker. 10-10. Elke aanval is op dit moment een doelpunt. En zo genieten de 500 toeschouwers in de hal van Delta van een hele aardige wedstrijd die qua niveau niet heel goed is, maar die wel erg spannend is. Beumers tegenover Verhoef. Beumers met de 11-10. Kan niet alleen goed verdedigen, Wouter Beumers, maar ook heel aardig aanvallen. Nick van der Steen heeft pech. En de rebound is daarbij Arno van Meerbeek, de aanvoerder van de Eibers. Identieke situatie als zojuist. Nu Wieringa met de overtreding. Moeilijk te zien in de herhaling of het ook echt een overtreding is. Je hand is stil zou je zeggen. Maar Martijn Meijer kan profiteren. Het verschil is weer 2, 12-10. Wieringa wordt daar geraakt door Beumers. Zowel de grens als de scheidsrechter ziet het niet. Hier, rommelige fase wordt aan de paal gezeten. Dan is er eindelijk wel een overtreding gezien. Door de grensrechter Arnold Alexander uit Zoetermeer. De vrije bal gaat er dan niet in bij KCC, de rebound. Dit is de laatste aanval van de eerste helft. Het schot bij Wieringa. De rebound bij Verhoef, nog een keer Wieringa, gaat er niet in. Houder wordt er geroepen vanaf de bank van HKV ons Eibenest. Dat betekent dat beide ploegen gaan rusten met een verrassende ruststand van 12-10 in het voordeel
van HKV Ons Eibenest. En dat had niemand vooraf verwacht. De stand inmiddels in de tweede helft. Nog altijd een verschil van 2, 14-12. En dat zijn heel weinig doelpunten voor KCC. We hebben in de competitie 299 keer gescoord in 13 wedstrijden. Maar hebben het nu heel erg lastig. En daar zit een perfect voorbeeld van. Wouter Beumers verdedigt zo ongelooflijk goed dat Sven Wieringa een noodschot moet pakken. Veel verdedigende druk van de Eibers. Die hier weer in de aanval zijn. Dat is verdedigd, zou je zeggen. Maar de scheidsrechter geeft een strafworp. Iedereen bij KCC is ermee oneens. Jan Bongers zeker. Maar Van Meerbeek profiteert van het cadeautje. Ziet ook Leon Simons en direct vanaf de afworp. Sven Wieringa met de 15-13. Beide ploegen gedreven om die finale te winnen natuurlijk. Balverlies, slordig balverlies. KCC dan weer. Met Broeksma, de invalster, op Nick van der Steen. Hier, Nick van der Steen van ver, gaat niet voor het schot. Matige aangooi door Muurling, toch maakt hij hem. 15-14. Zit niet heel erg goed in de wedstrijd, Nick van der Steen, de topscorer normaal gesproken bij KCC. Maar als je hem vrijlaat, is hij ongelooflijk zuiver. Hier, Simonis. Komt goed vrij. Dit zijn haar afstanden. Vanaf een meter of 5-6 faalt ze heel weinig. Haar derde doelpunt van de avond. 16-14. Wieringa. Wederom een slecht schot. En weer is daar de afvang. De verdedigende rebound bij Martijn Meijer. Rustig blijven, roept Jan Bongers, de coach van KCC vanaf de kant. Maar zijn ploeg maakt te veel onnodige fouten. En hier, goede actie hoor. Bas Kortleven, 17 tegen 14. Verhoef dan. Goede rugkant gelopen, gaat er niet in. De rebound bij Wieringa. Wordt goed verdedigd door Martijn Meijer. Bij de ploegen niet vies van een beetje fysiek contact. En daar een overtreding geconstateerd. Een overtreding gemaakt door Wieringa. Daardoor gaat de doelpunt van Rosanne Visser niet door. Maar KCC blijft in de aanval. Weer een rebound bij Verhoef. Dan Wieringa. Rare actie. Ook niet verdedigd. Ondertussen Brands helemaal vrij. Gaat er ook niet in. Veel kansen voor KCC. Schieten in de wedstrijd vaker dan HKV Ons Eibenest. Maar het percentage is minder. Al is dit natuurlijk wel een goed schot van Mariska Brands. 17-15. Dan neemt Bas Harland, de coach, onder meer de coach geweest van Dubbel 6 en KVS, nu de coach van de Eibers, een time-out. Want KCC komt langzaam maar zeker terug. 17-16. Van Ofwegen. Beumers dan, van ver. Goeie rebound. Van achter de korf gaat er niet in. Maar Martijn Meijer staat goed te vangen onder de paal. Nog een keer Beumers. Geen overtreding gemaakt. Goed gezien. Dit is verdedigd misschien wel. En hier de rebound bij Mariska Brands. Dat zegt de grensrechter Alexander. Maar het is de scheidsrechter Stefan Slabbekorn die zijn grensrechter overroelt. En daar zit hij er finaal naast. Daardoor blijft HKV Ons Eibenest in balbezit. En profiteert Martijn Meijer en gaat daar het duimpje omhoog van de trainer. Hij zegt dat het verdedigd is, daarover kan je discussiëren. Maar die bal was overduidelijk in de handen bij Mariska Brands. En hier krijgt die Brands een strafworp mee. Het is ook een strafworp. Het is geen compensatiegedrag van de scheidsrechter. Steven Verhoef kan profiteren. 18-17. En het publiek uit Capelle aan de IJssel, supportersvereniging De Negende Man, gelooft er dan weer in. Spannende slotfase, nog 3 minuten te gaan. Een overtreding gemaakt door Muurling. En die wordt bestraft met een vrije bal. Elma Schreuder vanaf 2,5 meter gaat erin. En daar is de voorsprong van 2 punten weer. 19-17. Schreuder belangrijk in de ploeg van Harland. Nick van der Steen goed verdedigd door Kortleven. Natuurlijk de ogen gericht op die grote kleine man van de KCC. Het schot van heel ver. Had hem misschien nog even moeten uitstellen. De rebound bij Arno van Meerbeek.
Natuurlijk, temporiseren die Hagenaars. 19-17 de stand met nog 1 minuut en 20 seconden op de klok. Belangrijk dus dat er lange aanvallen gedraaid worden. Maar hier dom balverlies bij ons Eibenest. Dus KCC weer in de aanval. Van Ofwegen gaat er niet in. De rebound houdt ze zelf. Nick van der Steen of Patrick Muurling? Muurling moet verleggen op Van der Steen. Doet dat ook. Gaat er langs Van der Steen. Strafworp. Nee, er wordt doorgefloten. Goed voordeel gegeven door de scheidsrechter. 19-18. Als we dus in de laatste minuut zitten van deze finale. HKV ons Eibenest op weg naar een sensatie. Door misschien wel te winnen van KCC. Goede rebound weer bij Meijer. En dus de schotklok weer op 25. En belangrijk dat die uitgespeeld wordt, die schotklok. Met Simonis, de dames in het voorveld. Nog 10 seconden op de schotklok. Uitspelen zou je zeggen, maar Simonis gaat voor haar eigen kans. Een hele domme beslissing. Daardoor krijgt KCC nog 1 aanval. Nog 20 seconden op de klok. Overtreding, ja, een overtreding van Paula de Kruijf. En dat is een terechte strafworp. 20 seconden voor tijd. En dan neemt Bas Harland, de trainer van HKV ons Eibenest, bewust een time-out om de strafworpnemer uit zijn concentratie te halen. Dat is Patrick Muurling en het lukt. Muurling faalt vanaf 2,5 meter. De man die in de competitie zijn laatste 12 strafworpen op rij maakte, faalt in deze finale vanaf 2,5 meter. En iedereen op de tribune en ook op de bank van HKV ons Eibenest viert feest. Want de Eibers, zij gaan deze finale van de Zuid-Holland Korvel Cup winnen. Een mooie prestatie, een geweldige prestatie voor die club uit Den Haag. Zwaar de underdog en toch winnen in Dordrecht. Uitstekend gedaan en voor KCC zijn de druiven zuur. Vorig jaar nog de beste. En nu moeten zij genoegen nemen met een tweede plaats. Want HKV ons Eibenest is de overwinnaar. 19-18 wordt het. In een heerlijke finale die enorm spannend was, niet altijd even goed. Maar dat maakt niemand in Den Haag wat uit. Want de winnaar van de Zuid-Holland Korfbal Cup in 2015 is HKV ons Eibenest uit Den Haag. Ja, vooraf spraken we over dat het een stunt zou zijn als HKV ons Eibenest deze finale van de Zuid-Holland Korfbal Cup zou winnen. Maar het is gelukt. Deze enorme beker is voor onze Haagse vrienden Arno en Paula wel gefeliciteerd. Wat hebben jullie het spannend gemaakt, zeg? Ja, meer kan ik er niet van maken. 1 puntje verschil, laatste minuut strafworp, time-out. Hij schiet hem tekort, ik weet niet hoe hij het voor elkaar krijgt, maar hij gaat tekort en wij winnen de beker. Die strafbal op het laatst wordt veroorzaakt door jou, Paula. Waarom deed je dat? Ja, voor mijn gevoel stond ik erg voor. Nee, de scheids heeft hem anders beoordeeld, helaas. Maar goed, hij miste, dus het kwam in ons voordeel uit. En dat maakte het ook even spannend. Dus. Jullie beginnen goed aan die wedstrijd, alleen KCC komt steeds weer terug en komt steeds dichterbij. Hebben jullie wel de overtuiging gehad in het veld, we gaan het halen vanavond? Ja, als je aan die wedstrijd begint, kijk, wij spelen hoofdklasse, want we zijn gepromoveerd. Zij spelen ook hoofdklasse, dus op zich speelt hetzelfde niveau. Zij gaan op voor de kruisfinales, ik denk ook dat ze die gaan winnen. Ik denk dat zij een stap gaan maken, daar zijn ze klaar voor. Maar we zetten vanaf het begin 100% druk. Zij doen het ook bij ons, dus wij hebben heel veel tegenstand gehad van ze. Maar het is gewoon kwaliteit dat zij bijblijven. Ik denk wel dat wij, we hebben de hele tijd voorgestaan, tot aan het einde toe. Dus ik denk dat die kwaliteit bij ons ook zit, want je ziet hem bij hun, maar toch winnen wij hem. Jullie zijn recent kampioen in de overgangsklasse geworden, nu die Zuid-Holland Korfbal Cup. Hoe gaan we dat vieren, meneer en mevrouw? Ja, morgen weer werken. Morgen weer werken gewoon. Morgen gaan we weer werken. Okay. Wel, fijn om die Zuid-Holland Korfbal Cup erbij te hebben nu, bij jullie als korfballers. Ja, het was leuk, maar het is wel extra gewoon. Het is best wel pittig. Zeker als je maandag traint, dinsdag wedstrijden, donderdag weer trainen. En dat is niet goed voor je stem, hè, die cup? Nee, inderdaad. Zo, jeetje. Morgen gewoon weer voor de klas, jongens. Nou, neem me mee, hij is jullie van harte gegund. Yes, man. Thanks. Is dat te tillen met z'n tweeën? Ja, dat kennen ze alleen wel. Oké, nou, ga ervan genieten. Thanks, jongens. HKV ons Eibenest. Zij winnen dus de Zuid-Holland Korfbal Cup. En tot zover een leuke en een bijzondere speciale editie van TV Westsport op deze woensdag. We zijn er zaterdag weer, natuurlijk met het regionale amateurvoetbal. En maandag weer met ons studioprogramma. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens.